In dit filmpje laat ik alle krachtoefeningen zien die de jeugd moet doen tijdens de OO Challenge 2022. Het gaat om zowel de wedstrijdjeugd, 6 tot 14 jaar, de wedstrijdjeugd, 15 tot 17 jaar, als de recreatief jeugd. Het aantal herhalingen dat je moet doen per oefening, dat vind je in het PDF-document dat ik gedeeld heb op de drive voor de OO-leden. Oefening 1, dat zijn de boxjumps. Hanna doet hem voor. Spring met twee voeten tegelijk en land ook met twee voeten tegelijk op de box. Je mag er een paar achter elkaar doen. Belangrijk is dat je met de hele voet op de box landt en dat je op de box weer helemaal gestrekt bent in de heupen. Vervolgens stap je er elke keer af. Na de laatste boxjump mag je in één keer rechtdoor, want na elke oefening ren je helemaal naar het einde van het veld. En dan ga je linksaf door het hek weer verder naar alpha. Dat was de eerste. Oefening 2, die begint bij de gele lijn. En dat zijn de walking lunges. De bedoeling is dat je elke keer een grote stap zet. En bij elke stap raakt je knie heel even de grond aan. Niet te hard natuurlijk. Maar dat is niet zo fijn. Je bovenlichaam blijft mooi rechtop. En wat Hanna heel mooi doet, is ze laat de handen in de lucht. Ze gebruikt ze niet om af te zetten op de knie. Heel mooi, Hanna. Pas als je beide voeten helemaal aan de andere kant hebt van het lijntje aan de overkant. Hoppa, dan mag je door. En dan hoef je niet terug, dan mag je in één keer verder naar de overkant. Oefening 3 is één van de drie oefeningen die we hebben, waarbij je moet mikken. En bij het mikken geldt, je moet raak gooien, anders moet je een strafronde en je mag maar één keer proberen. In dit geval is het een tennisbal mikken. Je moet de rijplaat raken en hij moet terugkomen over de witte lijn. Want het kan ook wel zijn dat je hem raakt en dat hij dan opzij schiet. Dat is niet goed. Dit is goed. Komt hij terug over de witte lijn. Dan zal hier een bak staan. Dan moet je even zorgen dat je tennisbal weer terug in de bak ligt. En dan mag je door. Stel ze had misgegooid, pak ze een kartbandje en loop ze een strafronde. Het rondje van de strafronde zal duidelijk uitgezet worden. Volgende oefening. Bandensleep. Je pakt een van de banden die er liggen. Ik zeg niet dat het per se deze worden. En daarmee ren je naar de overkant. Mag je zelf weten hoe je het vasthoudt. Zorg dat de banden volledig over de witte lijn zijn. En dan moet hij ook weer terug. Heel goed, Hanna. En als je dan weer hier bent, moet hij weer volledig over de witte lijn zijn. En nog even met het touwtje weer naar voren. Maar dan moet hij wel achter de gele lijn blijven. Dan ligt hij weer mooi klaar voor de volgende om weer te starten met de oefening. Dan hebben we hier de volgende oefening, namelijk de bear crawl. Bij de bear crawl ga je op handen en voeten naar de overkant. Wat je heel goed ziet, is dat haar knieën de grond niet raken. En ze heeft altijd tenminste één voet en één hand aan de grond. En op deze manier ga je naar de overkant. Als je dan over het laatste lijntje bent met beide voeten, dan kun je door naar de overkant. Dan hebben we de volgende. Dat is weer een mikoefening. Hoepel werpen. Weer één poging en je moet de hoepel om de paal gooien. Ja, dat is best lastig. Mis is weer een strafrondje met een kartbandje. Hanna mag nog een keer proberen. Voor het filmpje is het wel leuk als die raak is. Maar in de wedstrijd mag je maar één keer proberen. Hoppa, je kan het. Nice. Oké. Hier hoef je de hoepel niet op te halen en terug te leggen. Want dat doet de vrijwilliger wel. De volgende oefening. Dat is hier in dit vak. Dat zijn de squats. Dat is wel een bekende, die doen we wel vaker tijdens de training. Met twee voeten op de grond, hakken blijven mooi op de grond. En je zakt naar beneden tot je billen ter hoogte zijn van je knieën. Dus je hoeft niet helemaal met je billen naar de grond. Probeer daarbij heel mooi je bovenlijf een beetje recht overeind te houden. Ja, dat zijn de squats. Dan hebben we hier weer een mik oefening. Terwijl de bal wegwaait. Dit is trefbal mikken. Hij moet in de box. Ook weer één poging.
Mag met een stuiter, mag via het hek. Hij is best lastig. Kan zijn dat hij straks wat dichterbij ligt, of misschien ook niet. Hoppa! Als je deze mist, moet je ook weer een strafronde. Dan hebben we hier de kikkersprongen. Bij de kikkersprongen zet je met twee voeten tegelijk af en je moet achter de gele lijn beginnen. En bij elke sprong raak je handen even de grond aan. Zodra je met beide voeten aan de andere kant bent, over de lijn, dan mag je weer doorrennen. Verder wel duidelijk, denk ik. De allerlaatste oefening, dat zijn de burpees. Bij de burpees ga je eerst naar de grond, totdat je met je buik en je bovenbenen helemaal op de grond ligt. Vervolgens ga je weer overeind staan en maak je een sprongetje met je handen boven je hoofd. Dat is een hele belangrijke. Stel, je maakt wel een sprong, maar je hebt je handen niet boven je hoofd, dan telt die dus niet. En bij de wedstrijd zijn we er wel streng op. Heel goed. Helemaal met je buik op de grond. Je hoeft dus niet een nette push-up te maken, wat je ook wel eens ziet, als je maar gewoon haps naar de grond toe gaat. Dankjewel, Hanna. Goed gedaan. Nou, dat waren de oefeningen. Zorg dat je ze veel oefent. Zeker als je de wedstrijd gaat lopen, dan zijn we streng op de uitvoering. Dus let erop dat je de oefeningen ook echt goed kunt uitvoeren. Als je dus recreatief loopt, dan ja, is het nog steeds belangrijk dat je de oefening goed doet. Dan zullen we iets minder streng zijn. Hopelijk zien we jullie op 2 juli. Later!